In Panningen is dinsdagavond de film De Derde Generatie in première gegaan. De film is gemaakt door de jongere groep van Moskee As-Salaam. De groep, bestaande uit derde generatie Nederlandse jongeren met een etnische achtergrond, wil een brug slaan tussen de verschillende groepen in de samenleving van Peel en Maas. Ik wil gewoon de negatieve beeldvorming en stereotypering doorbreken. Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter. Ook ik wil een veilige en betere samenleving. Ik wil bouwen aan mijn Nederland. Ons Nederland. Wij zijn de derde generatie. Wij zijn de derde generatie. Wat wij eigenlijk het doel van vandaag was, om te laten zien dat deze jongeren sociaal en maatschappelijk eigenlijk betrokken zijn binnen de samenleving. En dat dan de mensen daar nu een idee hebben van oké, deze jongens, hè, die zijn er gewoon al die tijd. En die hebben zich nu zichtbaar gemaakt en die zien dat ze studeren, voornamelijk hbo-opleiding verrichten. En die vervolgens graag de maatschappij in willen rollen. En misschien kan een werkgever die dit nu ziet wat daarin betekenen. We hebben dus met 12 man hebben die film gemaakt. En ik ben verschillende keren mee gaan filmen, activiteiten meegedaan, meegedacht, ideeën gebracht. Dus dat was mijn rol aan de film, ja. De film gaat over de maatschappelijke en sociale betrokkenheid van deze jongeren en is onderdeel van het project Mijn CV. Na afloop van de film gingen de jongeren met 300 aanwezigen in dialoog. Ik had niet op zoveel mensen gerekend. We hadden als target 100 man en we hebben bijna 300 aangetikt, dus dat is verdriedubbeld. En gezien de positieve reacties, we zijn echt tevreden met de uitkomst en het resultaat van het project. Stel je gaat een muur metselen. Een muur metsel je niet zomaar op een los stuk grond of op een hoopje zand. Daar heb je fundamenten voor nodig. En die fundamenten bij mij, dat is de islam. In het algemeen wordt allemaal negatief over ons verteld. En vandaag hebben ze laten zien dat ze positieve dingen naar buiten hebben gebracht. En dat is een compliment voor hun. Ja, voor iedere jongen is dat natuurlijk anders, want iedereen heeft zijn eigen dingen, gebeurtenissen meegemaakt. Maar in het algemeen zou ik willen zeggen, blijf positief, geef niet op. Doe mee is heel belangrijk. En probeer niet te veel aan te trekken van negativiteit, maar richt je op het positieve. Ik hou veel van voetballen. Kijk, veel voetbal speel zelf in het eerste van Panningen en in het eerste van ZVV Beringen. En sinds een jaar ben ik nou student aan Fontys Technische Bedrijfskunde. Ik voel me hier op mijn gemak. Ik geef training op een zondagmorgen om een steentje bij te dragen. De jongens vinden het super leuk dat ze mij als trainer hebben, ook een jonge trainer. Ik weet wat er in hun hoofd rondgaat. En verder, ik ben een hele open jongen, gastvrij. Dat is ook wel een stuk wat je leert met de islam en onze cultuur. Ik ben een verbinder omdat ik voel me sterk aangetrokken om mensen die het niet goed met elkaar vinden of wat het ook is, om die dichter bij elkaar te brengen. Omdat ik vind dat je samen veel meer kunt dan alleen. En waarom zou je ruzie hebben als je ook vrede met elkaar kunt hebben? Praten, dat brengt ons veel meer dan dat je stil bent en gewoon zwijgt. Alleen jongens van de moskee maakten onderdeel uit van de film. Dat heeft vooral te maken met de vrouwengroep. Die hebben al een eigen jongerengroep. En wij als jongeren, wij als jongens hadden nog geen groep. En we wilden samen, wilden we dus even iets opzetten. Maar eerst wilden we bekendheid creëren. Nou, dat hebben we inmiddels deze film als het goed is gedaan. En vanuit daar willen we samen met de meiden natuurlijk ook een project opzetten of eventuele andere activiteiten. Want zoals een vrouw net al in de zaal aangaf, er is al een stichting in Venlo die dat doet. Samen met jongens en met meisjes. En dat zouden wij graag willen evenaren.
Het enige minpuntje wat ik terugzie bij de jongeren is dat ze moeilijk aan een baan komen of een stageplaats. Maar voor de rest, binnen de gemeente, de moskee heeft natuurlijk een geweldige naam binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente om. Dus daar heb ik ook eigenlijk geen woorden voor. Dat is gewoon prachtig. Dat heeft de eerste en de tweede generatie voor ons eigenlijk verricht. En dat kunnen wij vervolgens opbouwen. Maar de enige waar de jongeren dan tegenaan lopen is gewoon een stageplaats bijvoorbeeld of een baan. En daar kan de gemeenschap, vind ik persoonlijk, nog meer in betekenen. Bij de première waren onder meer burgemeester Delissen en gedeputeerde Ger Koopmans aanwezig. Het is de bedoeling dat de film de komende tijd bij een groter publiek wordt vertoond. Nou, we hopen op een soort campagne, dat we bijvoorbeeld langs bejaardenhuizen enzovoort langs kunnen gaan. Want niet iedereen kan hier natuurlijk aanwezig zijn. Zelfs is wel bomvol, er waren 300 man. We zijn erg tevreden, maar we hopen nog veel meer mensen te bereiken. Via YouTube, via social media, maar ook langs gaan bij mensen. En zo hoop ik dat het vervolg zal leiden. Wij zijn de derde generatie. Wij zijn de derde generatie.